horen, zien en doen. Heb je het al gehoord? Soms denk je, ik hoop dat ze het niet hebben gehoord wat ik allemaal in mijn leven heb gedaan. Hoe ik vroeger leefde zonder hem. Ja, ik ging ook helemaal op in het uitgaansleven hier in de oude stad. Maar ja, toen was alles nog niet zo erg als nu. En heren, u weet toch ook wel dat al mijn vrienden dat deden. En dan kun je niet achterblijven. Je wilt toch ook geen buitenbeentje zijn? Heb je het al gehoord? Hoe zwaar ik het vind om mijn kinderen op te voeden in de vrezen van God. En de energie die het mij elke dag weer kost, terwijl ik andere gezinnen zie die geen enkele moeite daarmee schijnen te hebben en veel meer kinderen hebben dan ik. En al die kinderen gaan ook gewoon naar de kerk. Heren, wat heb ik dan niet goed gedaan? Heb je het al gehoord? Ooit kwam iemand naar een wijsgeer Socrates toe. En zei tegen hem, Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die... Maar Socrates onderbrak hem en vroeg aan hem, ging de boodschap al door de drie zeven? De drie zeven, antwoordde de man. Ja, zei Socrates, de eerste zeef van de waarheid. Dus weet je zeker dat het waar is wat je wil gaan zeggen? Toen begon de man wat te blozen. Nou ja, nee, dat ook weer niet. Maar ze zeggen het. Toen vervolgde Socrates, maar dan heb je zeker wel die tweede zeef gebruikt. Dat is de zeef van het goede. Dus is het iets goeds wat je over mijn vriend of vriendin wil vertellen? De man aarzelde. Goed? Nee, integendeel. Toen kreeg Socrates hem zeer bedenkelijk aan. Maar dan heb je toch zeker wel die derde zeef gebruikt, sprak hij. Dus is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt? Ook dat was niet het geval. Wel, sprak Socrates toen, als dat wat je me wilt vertellen niet waar, niet goed en dus ook niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee. Heb je het al gehoord? Nee, ik heb helemaal niets gehoord. Trouwens, ik wil het ook eerst met mijn eigen ogen zien, anders geloof ik het niet. Maar deze woorden komen van de Heer Jezus zelf, de woorden van vanavond. Maar wat zijn dat dan voor woorden? Nou, het tekstwoord begint te zeggen tegen u en jou, zalig. Maar dat zegt de Heer toch niet zelf, dat zegt toch Johannes, want die is toch de brievenschrijver van Openbaringen. Geliefden, hoort u het ook? Daar. Ik hoor een vrouw die roept, zalig is de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gezogen heeft. En dan zegt de Heere Jezus in Lucas 11, vers 28, zalig bent u die het woord van God hoort en bewaart. Ziet u, hij heeft het ook zelf gezegd. En hoe zullen wij en zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen wij horen als niet iemand het predikt? Zegt Paulus in Romeinen 10, vers 14. Voordat we verder gaan, willen we eigenlijk een beetje onderbreken door een lied te spelen. En ik hoop dat de organisatie goed loopt. En dat is het lied Share My Yoke. En dat betekent eigenlijk draag elkanders lasten. Maar voordat wij dat spelen, toen ik dat zo hoorde, draag ook anders lasten, dan moet ik altijd denken aan die gelijkenis van het hert. Als herten namelijk een end in het water moeten zwemmen om naar een eiland toe te komen die een end verder is, dan leggen die herten hun koppen op de kont, zeg maar, laat ik het zo even zeggen, van hun voorganger.
En zo gaan ze zwemmend verder. En steeds als de voorste moe is, gaat hij weer terug en gaat achteraan, sluit aan en rust zijn hoofd op de kont van de volgende. Dus dat is eigenlijk wat we zo zullen horen. Share my yoke. Draag elkanders lasten. Draag elkanders lasten, dat hebben we nu gehoord, en dan vervul je heel de wet van Christus. Dan ben je zalig. Dat staat ook in het Grieks een woordje waar je misschien nog wat blijer van wordt, makarios. Dat zalig, dat lijkt wat dit, maar makarios, dan voel je de blijdschap ook naar boven komen.
En dat betekent in het Oude Testament zoiets als, u bent gelukkig te prijzen. Dat zeggen de woorden van onze tekst. Omdat u bijvoorbeeld wijsheid hebt ontvangen. Omdat u bezit is toegenomen. Of omdat u kinderen van de Heer hebt gekregen. Zo komen we in het Oude Testament dit woordje zalig voor het eerst tegen in Genesis 30 vers 13. Als Lea bij de geboorte van haar dochter Aser zegt, o, wat ben ik toch gelukkig, wat ben ik zalig, want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. Maar bij ons tekstwoord zalig gaat het niet over het aardse geluk of dat vrouwen of mensen ons zalig zullen prijzen. Daar gaat het niet over iets, maar over die iemand. Die iemand die tot u zegt, ik ben niet gekomen om dingen af te schaffen, maar om ze juist te vervullen. Om u te vervullen ook vanavond. En over deze volheid van het getal 7 spreekt het zalig in dit boek Openbaringen ook. Want Johannes begint niet alleen met de zaligspreking in Openbaring 1 vers 3. Maar hij eindigt zijn Bijbelboek daar ook mee. In de 7e en laatste zaligspreking in Openbaring 22. Zalig bent u die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens. En omdat u door de poorten van de stad mag binnengaan. U krijgt weer recht op die boom van het leven. Is dat niet geweldig, dat recht wat ons is ontzegd? Daar mogen we nu weer toegang toe hebben. Dat is zalig zijn. Ja, u bent 7 keer zalig verklaard in Jezus Christus. En nu, u hebt gehoord van de zaligheid die alleen te zoeken en te vinden en te ontvangen is in die zaligmaker Jezus Christus, gaan we naar het nu van het zalig van het horen, naar het zien. Zalig is hij die leest, of zij die leest, dat is zien dus. Horen, zien. Ja, u bent gelukkig te prijzen als u nog leest in de Bijbel. Velen in Nederland hebben dat stoffige boek al in de kast gezet. En of hebben hem ongeopend te staan. Soms vroeger nam ik mijn Bijbeltje niet mee als ik op pastorale bezoeken ging. En dan zei ik, nou doe mij uw Bijbeltje maar eens. En dan wilt u niet weten hoe die soms gezocht moest worden. Ja, gewoon in christelijke plaatsen als Genemuiden ook, waar ik vandaan kwam. Ook daar. Of ze hebben hem gewoon weggedaan uit hun huis en uit hun leven. Geen God meer, is te veel gebeurd. Wat doet die God dan nog? Zo was er ook eens een kind die bij de schoonmaak op zolder een oud boek vond. En die tegen haar moeder zei, moeder, wat is dit voor een boek? Waarop moeder antwoordde, kind, dat is het boek van God. Toen antwoordde het kind, zouden we dat boek dan niet aan God teruggeven? We lezen het toch nooit in. Ja. U zegt, waarom ben ik dan gelukkig te prijzen, dominee? Als ik nog wel lees. Of als ik misschien weer opnieuw ga lezen in dat woord van God. Dat is omdat terwijl u leest in dat woord, de Heilige Geest tot uw hart gaat spreken. En dat doet hij. Dat belooft God ook. En dan gaat hij ons mensen leren dat we niet zo kunnen sterven zoals we zijn geboren. Dat kan niet. Je moet wedergeboren, opnieuw geboren worden door die Heilige Geest. Maar als u door het bloed van Jezus Christus en door die kracht van de Heilige Geest opnieuw geboren bent, dan bent u niet slechts voor een tijd, maar voor altijd zalig. Is dat niet geweldig? Na het horen en het zien komen we nog even kort bij het doen. Dat wil zeggen bij het laatste gedeelte. Dat is die acht geven op het woord, want de tijd is nabij. Het is dus niet voldoende dat we dat woord lezen, voorlezen, horen, aanhoren. Maar deze woorden moeten ook iets bewerken. Moeten iets uitwerken in ons leven en in ons hart. Het moet zichtbaar zijn. U moet aan de slag gaan met die woorden die u vanavond ook hoort. En die stemmen en die liederen die we zingen, daar moet u mee op pad gaan. Of zoals de Heer Jezus ook zegt in Matthäus 7. Ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet,
Die vergelijk ik met een verstandig man en vrouw die zijn huis op de rots heeft gebouwd, op Jezus Christus. Maar een ieder die mijn woorden hoort en ze niet doet, die is een dwaas man en vrouw. En die vergelijk ik met iemand die zijn huis op het zand bouwt. Of zoals de halfbroer van Jacobus later ook zal zeggen: laat mij uw geloof zien uit de werken. Het zijn ook niet zomaar wat woorden vanavond. Het zijn profetische woorden, staat in de tekst. Het zijn woorden die niet voortgebracht zijn door de wil van een mens, maar de heilige mannen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben die woorden gesproken, zegt Petrus. En de heilige, de Alfa, de eerste, en de Omega, de laatste, is in die ketting van getuigen, is de Heer Jezus zelf. En daarom zijn deze woorden ook betrouwbaar. Hij is de eerste en de laatste. En dan sluiten we af. De tijd is nabij. Stel dan niet uit op morgen wat u vandaag nog doen kunt. Ontvang naast de algemene zegen van het horen. Ontvang naast de bijzondere zegen van het lezen van het woord. Ook die wonderlijke zegen van het doen. Dat de Heer Jezus u wil geven. En waarover Openbaringen 1 vers 4 afsluitend zegt: genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van alle zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. Thank you.